Gianmardo Cromosuto, de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, hoorde vandaag een eis van 5 jaar gevangenisstraf tegen hem. Volgens het Openbaar Ministerie wordt Cromosuto verdacht van malversaties, fraude en het overtreden van de anticorruptiewet. Verder gaf het OM aan dat de tijd van voorarrest wordt afgetrokken. Officier van Justitie Cynthia Klein heeft tijdens haar requisitoor aangegeven dat er ook een boete van 150.000 Surinaamse dollar subsidiair 12 maanden hechtenis wordt opgelegd tegen de verdachten. De ex-bankdirecteur heeft beaamd dat hij anders had kunnen handelen inzake de procedures die gevolgd hadden moeten worden. Ook heeft hij bij eerdere zittingen kenbaar gemaakt dat hij blindelings opdrachten van ex-minister Gilmer Hoefdraad van Financiën heeft uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de opdrachten heeft hij altijd in het belang van de bank gehandeld. Cromosuto heeft eveneens aangegeven dat hij voor het karretje is gespannen door de ex-minister van Financiën. Cromosuto heeft diverse keren in de rechtszaal duidelijk gemaakt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan zaken waarvan hij verdacht wordt. Hij is er tegen dat hem verweten wordt te hebben gedaan aan kartelvorming, met als oogmerk een misdrijf te begaan. De zaak gaat op 29 juni weer voor, waarbij de verdediging van Cromosuto haar pleidooi houdt. De verwachting is dat er na het reces een uitspraak wordt gedaan in deze zaak.